Mannen van het eerste uur. Allereerst een hartelijk welkom aan onze burgemeester van Stedenbroek. Dankjewel. En aan onze wethouder, Lieve Slachter. En mag ik jullie uitnodigen om het pand te openen? Gaan we deze kant op, burgemeester. Oké. Ja, ik durf al te lopen. Een bloemetje. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eraan. Voorzitter, dan gaan we maar beginnen. Hè? Dat was de bedoeling. Ja. Niet te snel, hè, Wilm? Kijk, de meeste moet dienend zijn. Hè? Nico, rustig aan. Hè? Je weet hoe het werkt. Doe hem ook. Heel goed. En nou? Nou, bij deze is hier al. Symbolisch gebeuren waarbij het gebeuren, de kantine en alle aanverwanten aan je overdraag als huurder deze zuiniger en huur als een goed huisvader. Onze burgemeester wil ook nog iets zeggen. Meneer Van Beek. Ja, ik heb ervoor. Ja, dan gaan we. Ja, de burgemeester wil ook nog iets zeggen. Een klein intermezzo niet meer. De vereniging bestaat 40 jaar en er hoort een klein presentje bij. En dat wil ik jou nu graag laten aanreiken. Ik ben wel de moeite waard. Ik wil wat gefeliciteerd. Oké. Voor de ondersteuning misschien voor de eerste aanbetaling voor de nieuwe geluidsinstallatie. Okay. Ja, aanbetaling van de geluidsinstallatie. Zeer goed. Een vereniging oprichten is niet makkelijk, maar een vereniging in stand houden is hartstikke moeilijk. En dat kan alleen als je hele goede mensen in je vereniging hebt. Mensen die de schouders eronder zetten, de vrijwilligers, de kurk waar de vereniging op draait. En waar de vereniging natuurlijk vooral op drijft. Elke vereniging heeft dat probleem. Hoe krijg ik nieuwe, kort op dit nog even, nieuwe vrijwilligers. Maar tot nu toe heeft de vereniging het hier heel aardig opgepakt. En ik heb dan ook van het bestuur toestemming, en ook dat is best ongebruikelijk, om van al die mensen die ik zou kunnen aanspreken vandaag, twee namen te mogen uitlichten. Als voorbeeld voor alle andere vrijwilligers. En dat betreft een echtpaar. Dat betreft dus een man en een vrouw. Dat zijn twee vrijwilligers, twee leden. En dan weet u misschien wel over wie ik het ga hebben. En daarom had ik wat ruimte nodig. Dan weet u dat ook waarom. Ik heb het over George en Anneke de Boer. Dames en heren, dit tennis-echtpaar, als ik u zo mag noemen, tennis-echtpaar Poussin, heeft zich vanaf het ontstaan van de vereniging motiverend en inspirerend ingezet voor de, eerst was het de afdeling De Streek en later was het natuurlijk onze tennisvereniging Het Grootslag. Ik had het over de heer De Boer, maar u was niet alleen bestuurder, Jos. U was ook degene die altijd meewerkte, een soort meewerkend voorman. U was in de slag met de groenvoorziening, het clubgebouw en het altijd nodige onderhoud van de banen. En niet voor niets bent u benoemd tot ledenlid van deze verenigingen, dat zagen we net, maar ook met de bondsveld van de Koninklijke Nederlandse Looptennisbond, de KNLTB. Maar Anneke had het over twee personen.
Ede heeft ook altijd, je hebt ook altijd, een niet aflatende inzet gehad van de vereniging. Je was altijd, wordt er gezegd, precies daar waar het nodig was. Op een of andere manier dook je op de plek waar het belangrijkste was. Schijnbaar moeiteloos, maar dat zal niet. Natuurlijk kost dat moeite. Allerlei commissies, soms tegelijk, meerdere commissies tegelijk. En dan noem ik bijvoorbeeld ja, het jeugdtoernooi als een van de speerpunten. Het is ook een ganglijsttoernooi geweest. Dat speerpunt wat ik net noemde. En ja, automatisering kennen we nog niet, hè? Ik denk dat u nog gewerkt hebt met potlood en gummetjes. Ja, en lijsten. Mama. Jullie staan vandaag symbool. Jullie zijn degene die, vind ik, met opgeheven hoofd en... hoe noem je dat? Rechte schouders, iedereen in de ogen kan kijken, want deze huldiging, want dat is het, komt jullie toe. En jullie hebben dat niet alleen voor de tennisvereniging gedaan. Ik noem ook groei en bloei. Waar u beiden heel actief bent geweest en nog, eigenlijk, hè? Ja, nog steeds. En denk aan het 125 jaar bestaan, de jubileumcommissie. Dames en heren, al deze dingen bij elkaar. En u voelt al aan dat er iets plechtigs gaat gebeuren. Al deze dingen bij elkaar. De maatschappelijke verdiensten heeft, en ik ben er heel blij mee, zeg ik onmiddellijk bij, als burgemeester om dat te mogen mededelen, heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u beiden, Anneke de Boerstreek en George Taken de Boer, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij u. En ik laat altijd even zien, want ja, u ziet hem dadelijk niet meer. En dat is de damesuitvoering en ik vind hem een van de mooiste die we hebben. Ik ga hem voor u opspelen. Kun je doordraaien, Willem? Allemaal goed. Ja, deze kant zo goed. Ja, stevige stof. Maar u staat zeker in het leven. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Raak het met eer, hè? Ja. George, dat is de mannenuitvoering. En die gaat op uw revers. Die is je stap, burgemeester stapje, ja. Ja? Ja. Draag de onderscheiding met de ere. Ik heb natuurlijk voor u beiden nog een prachtige oorkonde. Bekijk u dat straks even met een koninklijk besluit. Waarbij ik ben benoemd tot de lid van Oranje Nassau. En ik wil u ook graag voorzien van een prachtige bos bloemen. Mijn vrouw had het graag gedaan, maar het even wat anders. Want ik vind, normaal zeg ik, het thuisfront verdient ook een bloemetje. Maar u bent elkaars thuisfront. Dus hartelijk gefeliciteerd. Dames en heren, voor deze kanjers graag een applaus. De vriendelijk blik, de blije blik. Ja, helemaal kan beter. Ja, kijk, dan kan je het weten. Je weet me. Je weet hoe dat gaat. Even voor mijn privéarchief. De eerste uur ook bijna. De tweede. En de derde. Ja, we hebben een dynamische. We hebben een dynamische gemeente, hè? Wil je nog eens spreken? Oh ja, oké. Ja, keurig zo. Nee, dat draaien wij gewoon een beetje. Dat hebben we straks nog horen. Ja. Ja, ik heb jou ook een tijdje gezien. Dat klopt.